Naast mij staat Vincent van Quickenborne, de man die eigenlijk het duel dat hier in Kortrijk is uitgevochten, verloren heeft. En ik vraag hem even een reactie, Vincent van Quickenborne. Verloren toch wel, hè? Waarom verloren? Je wilde burgemeester worden en je had niet meer stemmen dan Stefan de Klerk. Maar ik denk dat wij een zeer goed resultaat neerzetten. We zijn de enige partij van de uitredende coalitie die stand houdt, die het resultaat van 6 jaar geleden evenaart. En dat is een zeer goede zaak. Maar u blijft wel duidelijk onder de score van Stefan de Klerk. Ja, dat weet ik niet. Ik moet kijken naar het definitief resultaat. Maar ik denk dat deze score met dit resultaat we heel tevreden zijn. Dat is dankzij de inzet van de Hansen groep. En bovendien, wat ik leer uit dit resultaat is dat voor de eerste keer in Kortrijk sinds vele tientallen jaren er geen enkel partij meer is die de quasi-absolute meerderheid behaalt. En dus met als gevolg dat er heel veel mogelijk is hier in Kortrijk. Maar denkt u dat de Kortrijkzanen nu gekozen hebben voor Stefan de Klerk als burgemeester? Wel, we gaan zien wat de definitieve resultaten zijn. Het is iets te vroeg om daarop te antwoorden. En ook over coalities, dat zal uw volgende vraag zijn. Is het ook te vroeg om daarop te antwoorden? Alleen denk ik dat als er een coalitie komt, dat het een coalitie moet zijn van partijen die elkaar inhoudelijk vinden en elkaar ook vertrouwen. En dat zal de inzet zijn van de nieuwe coalitie hier in Kortrijk. Is dat vertrouwen er nog tussen Open VLD en CD&V? Want de campagne was toch wel agressief te noemen. Wel, ik denk dat de campagne heel duidelijk was. Ik heb de problemen benoemd. Ik heb ook telkens oplossingen aangereikt. We hebben 100 concrete werken naar voren geschoven voor de stad voor Kortrijk. Maar op menselijk vlak denk ik dat we nog altijd door dezelfde deur kunnen. Dus voor mij is er absoluut geen probleem om ook met Stefan de Klerk te spreken. Zou u schepen kunnen zijn in een college met Stefan de Klerk als burgemeester? Het is veel te vroeg om daar uitspraken over te doen. En nogmaals, coalities die gaan we maken eenmaal we de definitieve resultaten binnen hebben. En ik denk dat een coalitie die er komt, dat een coalitie zijn van partijen die elkaar goed verstaan en inhoudelijk ook op dezelfde lijn zitten. Ja. Moeten we het even hebben over Open VLD Nationaal? Toch een van de verliezende partijen vandaag? Ik weet dat niet eerst. Als je de cijfers bekijkt, daar waar we burgemeesters hebben, goede schepencolleges, daar houden we stand, gaan we zelfs vooruit. Kijk naar Brakel, kijk naar Mechelen, kijk naar Hoeilaart, kijk naar Wichelen. Dus er zijn heel veel gemeenten, plaatsen waar we stand houden en vooruit gaan. Maar ik zie toch heel veel minnetjes, hoor. Ja, maar goed, oké. Maar ik denk dat de plaatsen waar we die burgemeesters hebben, waar we die meerderheid hebben, dat we het daar goed doen. En ik ben dus relatief tevreden met het resultaat nationaal van Open VLD. En dat is voor mij het belangrijkste. Blijft Alexander De Croo voorzitter van de partij? Maar ik denk dat het resultaat veel beter is dan hetgeen wat veel doemdenkers van onze partij hadden voorspeld. Iemand noemt het zelfs een Titanic. Dit is een schip dat inderdaad door moeilijk weer gaat. Maar als ik de resultaten zie, Bart Somers in Mechelen, schitterend resultaat. Op vele andere plaatsen ook burgemeesters van misschien voor de kijkers wat minder gekende gemeenten die het echt goed doen. Chapeau, ik denk dat de VLD ondanks die heel moeilijke peilingen toch relatief goed gedaan heeft. Oké, dankjewel. Ik heb de indruk dat ik naast een optimistische Vincent van Quickenborne stond.